En hier, een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik ben nog steeds vrij. En ik heb croissantjes van mijn liefde man gekregen. En we eten het met aardbeisjam, want die moet ook een keertje op. Daarna gaan we weer naar de frambozenjam. En ik heb er eentje met chocoladehagelslag en twee neutraal. En ze zijn van de Lidl. En we gaan kijken naar Anjan Lieberg. Oh, wat een heerlijk gevoel zeg. Ik heb net gedoucht. Dat was ook wel een heerlijk gevoel. Maar wat ik vooral een heerlijk gevoel vind is dat ik een to-do list had voor vandaag. En ik ben er nog niet helemaal. Maar we zijn echt zo ver met die to-do list. Ik had onder andere op de planning staan om boodschappen doen. Dat gaan we straks doen. 30 seconds terugsturen. Want we wilden de andere versie van 30 seconds. Dus niet met de namen, maar vooral met de dagelijkse dingen. Die heb ik nu in een doos gedaan. Dus dat is check. Die brengen we straks naar de winkel. En dan is die ook gedaan. Want bij de winkel gaan we boodschappen doen. Wat we verder hebben gedaan is de adressenlijst en namenlijst uitgewerkt van wie we een geboortekaartje willen sturen straks. Dat. Ik heb bijna alle adressen al. Van mijn vriendinnen in ieder geval had ik bijna alle adressen al. Alleen nog wat familie die ik moet checken. En superleuk. Ik was er bijna vergeten. Maar Jeff die wist er gelukkig nog. Ik ben namelijk aan mijn tumor natuurlijk. Toen ik een tumor in mijn buik had, ging ik op controle bij een kinderarts. En ik zet heel veel Jeff's muziek uit. Want ik word een beetje chaotisch van. Ja, fijn. maar ik was daar onder controle bij een kinderarts. En ja, ik had toen ook daar uitgesproken. Ik denk toen ik 14, 15 was. Misschien wel 16. En toen heb ik ook wel naar haar uitgesproken dat ik het wel nog spannend vond. En dat ik hoopte dat ik kinderen kon krijgen. Ik heb ook altijd gezegd dat de kinderwens heel groot was. En toen had ik met de kinderarts afgesproken. Want zij zei, ik heb er geen wantrouwen in. Het gaat helemaal lukken dat je kinderen kan krijgen. Dus ze zei, als het dan lukt om zwanger te worden, dan moet je een geboortekaartje. Dan moet je maar een geboortekaartje naar me sturen. Dus dat vind ik zo leuk. Dus dat, ik was er bijna vergeten. Maar Jeff die dacht er gelukkig aan. Dus Floor Abink uit het VU Medisch Centrum. Van de kinderpoli afdeling. Dus ik ga haar een kaart sturen. Zij was echt de beste kinderarts. Ik was toen dus officieel niet eens meer kind toen ik uitbehandeld was. Want ik werd 5 jaar gecontroleerd of de tumor terug zou komen. Dus op een gegeven moment was ik... de tumor was in mijn buik toen ik 15 was. Ze was op een gegeven moment 20 en toen was ik genezen verklaard. Dus toen ging ik nog wel naar de kinderafdeling. Maar meer omdat ik gewoon het vervelender vond om dan weer bij een vreemde over te stappen. Dus ik vond het fijn om alle afspraken bij haar te doen. Dus ja, ik vond haar gewoon heel erg goed en fijn. Dus ik vind dat echt heel erg leuk. En we hebben nu ongeveer... Ik denk rond de 40 geboortekaartjes die we gaan versturen. En ja, ik merk wel met zo'n lijst maken dat het toch best wel gevoelig ligt. Want soms vergeet je ineens iemand en dan denk je, oh ja shit, die moet er ook nog bij. En dat is dan best wel een shock. Want sommige mensen, als je die vergeet, ook bijvoorbeeld al zijn het tantes en ooms die je bijna nooit spreekt. Op het moment dat je die niet een geboortekaartje stuurt, dan is het toch wel een soort van awkward. Want... Je moet eigenlijk, je bent toch soort van maatschappelijk verplicht, in mijn ogen in ieder geval, om in ieder geval al je familie in te lichten dat er een nieuw familielid is. En ook met je vriendinnen, of course, als je iemand vergeet van je vriendinnen om een geboortekaartje te sturen, dat is echt niet oké. Dus ik vind dat soort dingen altijd wel spannend, want het is ook wel awkward om te zeggen, oh ja, sorry, ik had jou er eentje moeten sturen, maar ik was jou vergeten. Ik zou persoonlijk niet leuk vinden als iemand mij zou vergeten. Dus ja, dus het was best wel spannend, maar we hebben een hele lijst nu. En we hebben ook bijna alle adressen, of in ieder geval de mensen die via mij komen, heb ik bijna alle adressen van. Jeff moet zijn deel nog even uitzoeken. Want ja, ik heb niet van Jeff's tantes en zo'n adres, dus die moet hij zelf even regelen. Dus dat moet ik volgens mij alleen nog van de ouders van mijn stiefvader en zus van mijn stiefvader... Maar die regel ik dan via mijn stiefvader en via Art. Hoi Art, als je kijkt. Stiefvader klinkt zo naar, maar hij is hartstikke lief. en ik moet mijn oma nog even bellen voor de adressen van mijn tantes. En dan heb ik mijn deel in ieder geval compleet van de adreslijst voor het geboortekaartje. Super chill.
En ja, dat hebben we dus gedaan. We gaan misschien dus ook vandaag een moodboard maken voor het geboortekaartje. Daarin laat ik jullie dan niet, denk ik, precies zien. Want ik vind het wel leuk om uiteindelijk het geboortekaartje te onthullen zonder dat je al een beetje weet hoe die eruit ziet. We hebben verder nog andere dingen gedaan. Ja, we zouden een gezamenlijke rekening openen. Want dat is straks handig voor de baby. Zo, je denkt, je woont al zo lang samen, hoe doe je het dan? Nou, wij werken altijd allemaal bonnetjes weg en dan verdelen we zeg maar ongeveer wie wat betaalt. Ik heb net 30 bonnetjes weggewerkt of zo, want we liepen een beetje achter. En ja, het slaat gewoon nergens op. En als we straks die kleine hebben, dan is het gewoon handiger om een gezamenlijke rekening te hebben. Zeker voor de boodschappen en zo. Dus die heb ik aangevraagd. Dus dat heb ik ook check gedaan. Dus ja, ik ben echt blij dat ik zoveel van mijn to-do-list aan het afwerken ben. Straks lekker de was doen. Ik ga denk ik ook die babykleertjes wassen. Dan heb ik dat ook meteen gecheckt. En dan kan ik hem ook afstrepen in mijn bullet journal. Want die stond er ook in. Ik heb ondergoed besteld. Ja, misschien too much information. Maar ik draag normaal altijd strings. En na de bevalling schijn je echt nog wel na tussen de 2 en 6 weken nog te kunnen bloeden. Van de wond die de placenta achterlaat. En dan is het gewoon fijn als je gewoon dat dikke maandverband erin hebt. En dat zit gewoon toch minder chill in een string. Dus ik heb te weinig onderbroeken. Omdat ik normaal alleen maar strings draag. En tijdens mijn ongesteldheid doe ik dan af en toe even een onderbroek in de avond. Dus ik heb denk ik maar 3 onderbroeken of zo. Dus ik heb even bij de HEMA ondergoed besteld. Dus dat is ook belangrijk. En dat kan dan meteen weer in mijn vluchtkoffer ook. Mijn vluchtkoffer heb ik een lijst voor gemaakt, een inpaklijst. Dus die wil ik ook misschien vandaag inpakken. Ja, dus wat dat betreft ga ik zo lekker op mijn to-do-list. Ik vind het zo heerlijk om dan zo'n lijstje te hebben die dan langzaam afwerkt. En dat alles gewoon geeft zoveel rust in mijn hoofd. Oh ja, ik moet je even binnen laten. Die was een geheim belletje aan het doen terwijl ik onder de douche stond. Voor de babyshower nummer 2, geloof ik. Of nummer 3. Een van de babyshowers was hij geheime dingen aan het doen. Hij, stiekem heeft hij gewoon een affaire. Ja, even kort, Bedacht me was dat wel 10 ineens, minuten? als je een affaire hebt tijdens corona en de lockdown, good luck. Hoezo? Dat kun je toch niet geheim houden als je. Ik kan me voorstellen, normaal gesproken, als mensen elke dag naar kantoor gaan die normaal een affaire hebben, dan kun je het best makkelijk geheim houden. Maar als je een affaire hebt tijdens de lockdown terwijl je allemaal thuis werkt. Hoe moet je in godsnaam verantwoorden waar je heen gaat? Oh, zo. Ben ik zat daar Ja, ineens over na te klopt. denken onder de douche. Ja, normaal gesproken. Oh ja, ik zat in niks van hem. Ja. Maar normaal gesproken zou je dan zeggen: ik ga naar werk, Ja, ik lieverd. moest overwerken. En dan ben je bij je scharrel. Ja, ik moest baby showers regelen. Ja. Ja. Lekker affaire manneke. Affaire Nou, mannetje. nah, dat zou echt niet bij jou passen. Mag het hopen voor je. En Jeff die heeft broodjes in de oven gedaan. Dus we gaan even lekker Nou, de lunchen. baby shower En even. daarna gaan we fretten en boodschappen doen. Dat is hetzelfde. Lunchen en fretten. Maar Nou, je snapt het. trouwens, ik vroeg het dus aan een vriend van mij voor Ja? die babykaart van hey, woon jij op nummer 58? Zegt hij, wow, Engert, ja, ga je mijn ruit ingooien? Waarom Edward? Ik zeg, ja, ik ga naar je slaapkamer en ga onder je bed liggen om te fappen. Zegt hij, nice, ik zal de lades leegmaken zodat je eronder kan. Jeff en zijn vrienden hebben altijd een hele bijzondere manier van communiceren. Ik heb ook altijd. We hadden toen zo'n verlovingsfeestje. En dan komen ineens onze vrienden bij elkaar. En dan heb ik altijd het idee dat ik mijn vrienden moet waarschuwen voor Jeff's vrienden. Ik ben er wel aan gewend en ik vind het grappig hoe hun humor Maar is. mijn Maar het is vrienden, echt fucked up hun humor, humor. onze humor is zeg maar echt next level Echt next dark level. humor een Van beetje. laten we elkaar penetreren en dat soort dingen. En dan denken mijn vriendinnen Ja, of echt gewoon met van. een Okay. echt gewoon op de eerste ontmoeting, zeg maar. Niet als je elkaar wel een beetje kent. Het is gewoon van, hé, Ja. ik ben Marvin. Ik heb net Jeff gepenetreerd en dan. Ja, of dat bijvoorbeeld dan had ik laatst een foto op Instagram gezet met laat vragen achter voor een Q&A. En dan zegt een vriend van Jeff, zegt, oh ja, of je wil beantwoorden dat, Dat van hoe voelt hoe het voelt het om om de de draagmoeder te zijn van de liefdesbaby van mij en Jeff? Facebook. Dan denk ik ook echt van, ik vind het wel grappig, maar ik ga dat niet in een video Echt benoemen. de mensen die dan
zeg maar, dat gewoon in die lijst zien. Ik benoem het nu, maar... Ja, en natuurlijk nu, maar die, ja, die dat op Facebook ook voorbij zien komen van... Die denk ik echt, what the fuck is dit? Ja. Twee jongens die een liefdesbaby in Eline... Ja, zeg maar, ja, dat is zeg maar de humor hoe ver het gaat. Dus ik heb altijd het idee dat ik mensen moet waarschuwen als ze in dezelfde groepsapp zitten. Los daarvan spammen ze ook met stickers en met gifjes. En ja, ik vind je vrienden wel leuk. Maar ik heb wel gewoon het idee dat ik mensen moet waarschuwen als ze in dezelfde app zitten. Van, ze zijn echt leuke mensen, maar ze zijn een beetje... Zeg maar het groepje wat dan uit zo'n mentaal instituut komt, die dan al vrijgebroken is. En dat ze dan. Ja, dat is een goede beschrijving, denk ik. Ja. Besties zijn, maar tegelijkertijd. Fucked up humor, but we like it. Maar goed, ik. Dat. En ik hou jullie wel up-to-date hoe het verder gaat vandaag met mijn to-do list. We zouden ook vandaag misschien een Q&A opnemen. Wordt vervolgd. Ja, twee lekkere broodjes met saus en borst. Ze borst is van de vegetarische slager. Nom nom nom. Kijk aan, je meid heeft gewoon een nieuwe outfit aan. Wie had dat verwacht? Mooie schoenen wel. Ik heb deze jurk aan, waarbij ik altijd al zwanger leek voordat ik zwanger was. Maar nu komt het goed uit. En een crop top. En daaroverheen een fessie. En ja, vind het wel leuk. Vind het wel leuk. Wat vind jij, Piet? Ja? Mooi. Jij bent mooi. En ik ga denk ik alstors aan doen of zo. Of laarsjes. Ik verzin wel even wat leuks. Kijk, sexy mama hoor, die split. Heftig. Maar het is 17 graden, zag ik. Al schijnt de zon nu niet meer. Maar ik dacht, het kan allemaal. Dus zomer in de bol. Kijken of het ook echt zo is. Nou, we hebben onszelf eindelijk het huis uitgesleept. En Jeff is even het pakketje aan het afleveren bij de Bruna. Dus dat. En even wachten. Nou, we zijn weer bij mijn favoriete boodschappenstop. Ik heb net wat aardappels in mijn zakje gedaan. En hier sperzieboontjes in mijn eigen zakje. So satisfying, I like it. Yay, en allemaal zonder plastic. I like it. En champignons, ook zonder plastic. Dit lijkt me wel genoeg. Hihi. Jeff heeft die ander trouwens. Hola, ik dacht misschien vind je het wel leuk om te zien wat we gekocht hebben bij de winkel. Dus ongeveer voor een week. En het verschilt natuurlijk wat we eten die week. Maar het was nu €24,87 wat we kwijt waren bij de groentewinkel. Enorm veel champignons. Aalbessen die waren niet in plastic, dus dan koop ik ze stiekem altijd wel, want ik vind ze heel lekker. Sperziebonen, sinaasappels, meloen, bananen, uien, citroen, komkommer, tomaat, pasvrucht, mango, aardappeltjes en rode en gele paprika. En deze halen we altijd bij de Albert Heijn. Niet zo'n goede ervaring bij de fruitboer. Nou, ik ten eerste heb ik doorgekregen dat Maagmix geen influencer korting wil geven. Dus ja, geen influencer korting of iets. Ja, vond wel jammer helaas. Maar ja, het is zo. We zijn er toch wel tevreden over. Dus we willen hem dan toch overkopen voor €650. Het is wel even een bedrag. Maar als het goed is, krijgen we wel lange garantie op. Dus dan blijft deze in principe staan. Dat. Ik vond het alleen jammer dat het een beetje op een cynische manier gezegd werd. Dat het in ieder geval niet lager werd. Dus dat vind ik jammer. Maar ja, goed. Ieder zijn eigen manier van aanpak natuurlijk. Dus mocht jij een keukenapparaat verkopen zijn, sponsor ons. Nee. Nou, we hebben al eentje. Maar nee. Hebben we nog andere dingen? Nou, ik hoef echt niet meerdere apparaten die allemaal hetzelfde kunnen. Nee. Maar anyway, jullie hebben tot nu toe even een zeldzaam momentje gemist. Namelijk dat ik weer in de keuken sta. Ja. Voor mijn gevoel is het echt een hele tijd geleden dat ik een maaltijd heb gemaakt. Maar ik kon niet wachten. En meneer Pietje die was nog bezig met een game. Leuk. Meneer Pietje was bezig met zijn fucking games. Ik heb echt de rest van de dag. En ik had fucking erg honger. Ja, dat. Dus ik had echt geen geduld meer. Ja, toen zei ik, wanneer gaan we eten? Ik heb alleen maar gegamed vandaag. Ik heb heel veel dingen geholpen. Ja, dat is ook zo. We hebben heel veel. Echt letterlijk net, denk een kwartiertje, 20 minuten geleden. Dat is waar. Valt wel mee, inderdaad. En nu sta ik alweer.
Ik stelde me alleen een beetje aan dat ik heel erg honger had. Ja, ja. En toen zei ik, wanneer gaan we eten? Toen zei je, ja, over een half uur of zo. Toen dacht ik, nou, dan ga ik echt dood. Dus, Echt dood. Dus toen zei je, over 1 minuut ga ik de reis doen. Nou ja, toen 5 minuten later nog niet. 5 minuten later. Dus toen heb ik maar het een en ander alvast uit de kast gehaald. En toen dacht ik, nou ja, dan ga ik maar voor verandering een keertje eten maken. Ja. Dat was echt al een tijd geleden voor mijn gevoel. Een tijd geleden, ja. Ja, dat geloof ik wel. Maar ik had zoveel trek. Ik dacht, nou, ik ga echt niet op Jeff wachten. Dus ik kijk nu wanhopig naar de rijstkoker. Tot eindelijk dit knopje overgaat en je hoort klik. En dat hij zegt, keep warm, want dan is de rijst klaar. Ik gok over 3 minuten al. Ik denk dat het inderdaad niet nu gebeurt, maar nog heel even duurt. Check die deksel. Maar tofu is klaar. Ik heb het grootste gedeelte al gesneden. Tomaat doe ik altijd het laatste, want daar komt altijd heel veel sap van af. En dan loopt het meteen van tafeltje en zo. Dus je wacht nog even. Dat wil je echt niet. Zeewier heb ik ook al in stukjes gescheurd. En alvast sesam erbij gedaan. Dus dan kan ik alvast de sausje erbij aanzetten. Saus. Sushi azijn en de sojasaus. Die er overheen gaan typen. Dit. En ja, ik heb er echt wel zin in. Ik moet zeggen, de laatste tijd was ik een beetje uitgekeken af en toe op sushi bol, omdat we het echt wel te vaak aten. Maar toch elke keer als we het maken, dan vind ik het toch wel weer heel erg lekker. Het verveelt toch uiteindelijk niet heel erg, als zou ik het niet meer 2 keer per week kunnen eten of zo. Dat was eerst wel echt het geval. Soms wel 3 keer, echt erg. Maar ja, maar goed. Ik hoop dat dit straks klaar is en ready to be in mijn maagje, ja. Oh my god, zoveel honger. Lekker fritten. En first dates. En Jeffrey. Ja. Nou, ik voel me even heel erg goed. Want ik heb minstens 5 keer gewonnen van mijn prachtige leuke man. Maar ik heb 1 keer verloren van je. Ja. Ik had wel echt kutstenen toen. Ja. Ja, je werd al steeds beter in Tetris. Op een dag ga ik Eline verslaan. Nou, je hebt me verslagen eigenlijk, schat. Ja, 1 keer. Dus op zich, ik vind het knap, Ik ga weer even vlogs editen, denk ik. En ja, dat. En hier een hele goede dag. Ik heb helemaal niet allemaal afgesloten gisteren, dus ik zal dat even doen. Ik wilde nog 1 ding zeggen trouwens, toch? Wat me toen een beetje een soort van dwars zat, is een groot woord. Maar ik had een reactie gekregen met jouw wenkbrauwen en dan 2 lachpoppetjes. En ik denk dat ik normaal gesproken best wel goed om kan gaan met negatieve, lullige reacties of zo. Maar het werd 4 keer geliked. En ik weet niet, ik voelde een soort van flashback nadat ik vroeger gepest werd. En ik dacht eerst van, nou ja, ik moet mijn comment laten staan. Want ik laat normaal al mijn comments staan. En ik heb altijd zoiets van, nou ja, wat iedereen schrijft moet hij zelf weten. Dat mag gewoon. Maar ik denk, omdat het zo veel... Omdat het door mensen geliked werd, zeg maar, dat ik me een soort van... Ja, ik voelde me een soort van gepest of zo weer. En dat vond ik echt niet leuk. En toen... En ook wel misschien omdat mijn wenkbrauwen... Omdat ik er af en toe nog steeds wel onzeker over ben. Ik heb dat toen laten doen. Omdat ik van mezelf eigenlijk bijna onzichtbare wenkbrauwen heb, voor mijn gevoel. En ik moest ze elke dag bijwerken. En als ik ze dan niet bijwerkte, dan was het contrast gewoon zo groot dat mensen er bijna van schrokken of zo. En dat ik het zelf ook irritant vond. Ik bedoel, ja, ik denk dat je me inmiddels wel een beetje kent dat ik niet hou van elke dag mijn make-up doen. Dus ja, ik vond mijn wenkbrauwen gewoon heel irritant om te doen. Het voelde echt als een moetje. Dus ik vond het heel erg fijn. Ik had onder andere bij Masha gezien dat ze haar wenkbrauwen had laten tatoeëren. Dus ik dacht, ik wil dat ook. En toen had ik een actie gezien... Ik had me er wel goed in verdiept. Ik dacht dat zij het heel goed kon doen. Dus ik ging met mijn zusje naar een vrouw toe die dat dan voor mij ging doen. En toen kwam ze inderdaad aan met een soort zwarte inkt of zo. Het was heel donker. En toen zei ik nog tegen haar van, ik denk dat die inkt te donker is. Ik wil liever iets wat echt mijn haarkleur is. Want het is niet exact hetzelfde als mijn haarkleur. En toen zei zij tegen mij, oh joh, maar dit is wel jouw kleur, want... Het komt onder de huid, dus het wordt roder en het gaat heel erg vervagen. En na 1 of 2 jaar is het al bijna weg. Dus ja, als een specialist dat tegen je zegt, terwijl jij er eigenlijk niet heel veel verstand van hebt,
dan vertrouw je daarop. Tenminste, dat had ik. Dus ik vertrouwde erop en ik dacht, oh ja, wel logisch. Want er stroomt natuurlijk nog bloed door je huid die er overheen komt. Dus dan wordt de tint warmer. En ja, ik merkte achteraf, maar ja, dat merk je achteraf dus pas, dat de kleur vervaagt wel. Want in het begin was het natuurlijk nog donkerder. Maar niet heel snel en niet heel veel. En waarbij zij zei dat het na 1 of 2 jaar misschien al bijna weg zou zijn, heb ik het nu sinds eind 2018, geloof ik. Dus zit het echt al 3 jaar op mijn gezicht. En ja, ik merk wel dat ik dat jammer vind. Ik voelde me ergens wel genaaid, want ik had er ook best wel voor betaald. En ja, het is gewoon niet de kleur van mijn haar. En nu moet ik wel zeggen dat ik wisselend ben met mijn wenkbrauwen. Want de ene keer ben ik er nog steeds echt super blij mee dat ik niet meer elke dag hoef bij te werken. Ik vind de vorm mooi. Dus ik kan soms ook zeker zeggen dat ik wel blij ben met mijn wenkbrauwen. Omdat ik, ja, ik vind het wel gewoon, het vormt je gezicht. En ik vond het fijner en mooier dan wat ik eerst had. Dat het gewoon een beetje wegviel hier. Omdat er gewoon alleen maar blonde haartjes zaten. Maar ik moet wel zeggen dat soms ben ik er alsnog niet helemaal tevreden over. En zeker in het licht, dat je echt ziet dat het een andere kleur is. En ook als ik geen andere make-up op heb, dat ze natuurlijk wel heftiger zijn dan als ik wel mijn make-up bijgewerkt heb. Want dan, ja, dan valt het ook minder op. Dus ja, ik merkte wel dat die reactie me raakte, denk ik. Omdat ik er zelf af en toe nog steeds onzeker over ben. Ik heb er ook wel eens aan gedacht om, zie ik bij Monica Geuze ook, dat ze haar tatoeage weg laat halen om mijn wenkbrauwen weg te halen, zeg maar. En ik twijfel daar af en toe nog steeds over. Maar het is best wel duur ook om het te laten doen. En ik zou het dan weer eventueel opnieuw willen laten doen. Of ik heb ook wel eens gehoord dat iemand anders er dan overheen kan tatoeëren. Dat de kleur dan toch beter wordt. Maar dan ben ik eigenlijk bang dat het lelijker wordt. En dat durf ik ook niet. Want ik ben eigenlijk wel oké met hoe het nu is. Dus ja, ik weet niet. Ik merkte dat de reactie me iets triggerde. En vooral het feit dat mensen dan duimpjes omhoog erop gingen doen op die pestreactie, zeg maar. Het voelde echt als pesten. Dus toen ik hem verwijderd had, ik weet niet, voelde het eigenlijk heel goed. Toen dacht ik, ik bepaal zelf wat voor community of wat voor sfeer ik onder mijn video's toelaat op mijn kanaal. En ja, het voelde eigenlijk wel krachtig om een soort van dat pesten niet te tolereren. Want ik ben echt no tolerance als het gaat om pesten. En ik vind het dan makkelijker om no tolerance te zijn als het pesten van andere mensen is. Maar als het pestreacties zijn naar mezelf, dan vind ik het lastiger. Dan heb ik heel erg zoiets van, ja, maar vrijheid van meningsuiting. Dus ja, dan vind ik het lastiger om er tegenin te gaan als het negatief naar mezelf is. Ja, ik weet niet. Dus, maar ik weet niet, ik wilde het toch nog even delen, want die reacties zetten me wel aan het denken. En ik vroeg me vooral ook af wat jullie ervan vonden. Dus of je misschien anders even in de reactie wil achterlaten wat jij ervan vindt. Of jij vindt dat pestreacties alsnog, dat je die gewoon moet laten staan vanwege vrijheid van meningsuiting. Of dat je zoiets hebt van, haal het lekker weg als jij je er niet fijn bij voelt. Ik vind het soms dubbel, want ik krijg ook wel eens kritische reacties. Met gewoon oprecht van, joh, bijvoorbeeld dat ik iets over mijn werkgever zei toen dat hij geen beterschap had gezegd. En toen zei iemand van, nou ja, ik werk in de HR, ik zou het niet leuk vinden om dat terug te zien. Dus het is dan wel een negatieve reactie op, zeg maar, wat ik gedaan heb. Maar ik zie hem niet zozeer als negatief, maar meer als kritisch, als feedback. En dan vind ik het niet, ik zou zeg maar nooit een reactie verwijderen, denk ik, die eventueel negatief is, maar die mij bekritiseert. Want dat vind ik wel gewoon oké, want we zijn allemaal mensen, we kunnen allemaal overal anders over denken. En ik vind het ook heel goed dat mensen ook gewoon bijvoorbeeld eerlijk zeggen van, joh, ik dacht eerst wel, waar de fuck begin je aan met zo'n huis, maar nu ken ik je verhaal. Of al had iemand niet gezegd, ik ken je verhaal. Al had iemand alleen gezegd van, oh jeetje, waar slaapt in godsnaam de baby met zo'n klein huis, dat kan toch niet. Die reactie heb ik ook gehad. En dat soort reacties laat ik dan wel staan, want dat is niet, dat zie ik niet als pesten. Dat zie ik meer gewoon, iemand vraagt zich oprecht af waarom je dat zou doen. En ik vind dat iedereen dat gewoon mag vragen en daar zal ik dan ook altijd antwoord op geven. Maar gewoon puur iemand op uiterlijk belachelijk maken, ja, daar ben ik niet oké mee, denk ik. Dus dat, nee, daar ben ik niet oké mee. Ik vind uiterlijk ook, ja, zo niet belangrijk vergeleken met het innerlijk of zo. Dat ik denk, ja, als je dan zo je focust op het uiterlijk, dan vraag ik me ook wel af of je echt snapt waar het in het leven om gaat. Of waar, ja, ik vind in ieder geval niet dat het leven
alleen maar om uiterlijk gaat. Uiterlijk ben je mee geboren en je kan er plastische chirurgie en dingen anders aan doen. Maar ja, ik vind dat er belangrijkere dingen in het leven zijn. Zoals je gezondheid en liefde en ja, dat. Maar toch triggert het me weer wel. Dus blijkbaar doet het wel iets met me. Misschien omdat ik zelf dus af en toe onzeker ben over mijn wenkbrauwen. Ik denk als ik 100% blij zou zijn met mijn wenkbrauwen, dat ik zo'n comment misschien beter aan zou kunnen. Of ik weet niet. Als iemand bijvoorbeeld zou zeggen, oh, je hebt echt lelijke ogen. Dan zou ik denken van, nou ja, ik vind mijn ogen wel mooi. Dus boeien dat jij dat zegt. En mijn wenkbrauw is misschien lastiger. Omdat het toch een behandeling is geweest waar ik niet 100% tevreden over was. Dus dan ligt het misschien gevoeliger. Maar goed, ik denk dat ik heel wat verteld heb nu. Ik vond het wel belangrijk om dit alsnog te delen. Ook omdat ik me dus wel toch even gepest voelde eigenlijk. Ja, ja, ik voelde me gepest. Daar hoef ik niet zo bij te doen. Maar nee, ik voelde me wel... Ja, ik vond het niet leuk. Dus dat wilde ik even delen. En ik was benieuwd hoe jullie erover dachten. Bij deze denk ik dat ik genoeg geluld heb. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg. Doei!